Welkom bij het slotdebat van deze verkiezingen. Allee, het slotdebat, dat weer tijd. Ik kan die man aan de kop niet meer zien. Oh, ik ben die kotsbeu. Oei, zeg ik nu kots? Wel beleefd denken, hè, Wouter? Kom maar, nog één keer. Gewoon blijven lachen. Gwendoline Rutte, voorzitter van Open VLD. Goedenavond. Hebt u veel geslapen? Ik heb een Camille-thee gedronken. Ik ben vroeg gaan slapen, maar dat is niet cool voor de jeugd, zeker. Kom, zeg erop iets anders. Ik heb eigenlijk niet geslapen. Oh, Gwendoline, jij coole chick. Meneer De Wever, hoe was Chris Peeters eraan toe? Zielig, gelijk altijd, hè. Ah, nee, wacht, je bent in een verzoener. Zeg iets lief over Peeters. Ik ga daar niet te veel commentaar over geven. Oké, ça va. Dat is het liefste dat je kunt. Voor ons is dit een historische uitslag, zowel in de steden als op het platteland, het buitengebied. En hoeveel burgemeester heeft dat al opgeleverd? Ja, benen, hè. Maar ja, dat klinkt wel belachelijk. Dus ik zeg iets heel vaag en ik lach. Wel, we hebben er in ieder geval al meer. Hoeveel exact? Er zijn nog een aantal aan het lopen. In Brussel hebben we er al 3 bij. Voor alle duidelijkheid, Brussel is toch uw zusterpartij Ecolo, hè? Ja, het is goed, Ivan. We hebben de verkiezingen gewonnen en we hebben maar 1 burgemeester. Maar Gent eisen we ook nog op. Och, jij geitenwollensok, wij krijgen die burgemeester. Tja, kunnen we elkaars gedachten horen, of wat? Ja, precies. Ja, dat komt nu wel niet goed over dat wij over postjes aan het denken zijn. Dus ik ga u nu beledigen en ik zeg iets vaag over een project. Ja, dat is goed. Wat mevrouw Rutte niet graag gaat horen, dat dit meer lijkt op persoonlijk opportunisme dan om het project voor Gent. En dat is wat wij op tafel hebben gelegd. Goed, Meirem. Merci, Gwendo. Mag ik even een buitenstaander in dit debat erbij halen? Ah, oké. Het is aan mij. Meneer De Wever, u wil reageren. Oeh, De Wever of wat? Bart, het is hier saai antwoord, jong. Vertel iets grappig. Ja, ik wil de Gentenaar oproepen om gisteren alsnog voor ons te gaan stemmen, want op deze manier lukt het niet. Tja, niemand lacht. Ik ben normaal toch de grappige. Kom, maar uit uw gezicht zegt grap dat je alle grote steden gewonnen hebt. Maar de grote steden, Antwerpen, Aalst, Sint-Niklaas. Sint-Niklaas, een grote stad. Oh, nee, kom. Vroeg op om de chocomousse te maken voor ons Breugelfestijn, dus met deze foto erbij. Dus walgelijk. Ja. Degelijke mop, ik zie daar niks verkeerd in. Walgelijk, zwarte kinderen vergelijken met chocomousse. Chocomousse. Dank dat u bij ons was en tot de volgende keer. Gedaan, maar ik heb niets gezegd. Zit er nog chocomousse in?